Dit is mijn vader, Henry. En als ik live ben, speel ik heel erg vaak het spel Ryan Zegt. Het idee waar mensen moeten doen wat ik zeg, maar alleen als ik er Ryan Zegt bij zeg. Het klinkt complex, maar het wordt sowieso duidelijk. Hoe dan ook, ik dacht, wat nou als ik dit spel samen zou spelen met mijn vader? Wat zou er gebeuren? Nou, ik kan je vertellen dat aan het eind van deze video mijn vader de mooiste play ooit maakt, maar zonder dat hij het eigenlijk zo bedoelde. Het is echt heel erg mooi. Ken je het concept van dit, nee, of niet? Oké, het concept is als volgt. Alle kijkers moeten precies doen wat ik zeg maar zeg. Ja? Alleen als ik er Ryan Zegt bij zeg. Oh ja, oh dat. Dat ja. Mm-hmm. Dus ik zeg, Ryan Zegt, ga allemaal op zo'n steen staan. Ja. Ja, precies. En dan moeten ze allemaal op zo'n steen gaan staan. Maar als ik dan zeg, spring, moeten ze niet springen. Springen, nee, precies. Je zegt niet, Ryan zegt spring. Klopt inderdaad, ja. Ja. Dat was dus het idee van, wat als jij zoiets doet? Als ik iets meedoe daarin. Nou ja, als jij gewoon Henry, als we de Henry-stijl doen, weet je wel. Bijvoorbeeld, Henry zegt spring, dan moet jij dan zeggen natuurlijk. En dan springen ze, weet je wel. Ja, ik weet niet wat er allemaal kan hier. Nee, dus. Nee, dat klopt inderdaad. Dus. Klopt inderdaad. Oké, we kunnen het wel samen doen. Dat is wel grappig misschien. Ja, dat bedoelde ik inderdaad al een beetje van. Mijn vader heeft natuurlijk niet genoeg kennis over wat er mogelijk is in Minecraft. Dus, mensen kunnen zeg maar springen. Mensen kunnen zeg maar gewoon crouchen. Dus kijk, dit kan je doen in Minecraft. Zo bukken, zeg maar. Dat kan wel, leuk. Ja, bukken. Oké, Ryan zegt spring. Dan zie je heel veel mensen die dat niet deden. Die moeten dan eigenlijk natuurlijk af. Ja. En die gaan natuurlijk dan, maar nu, ja, oké, Ryan zegt spring 1 keer. Ja, dit is allemaal een beetje lastig, want nu doen heel veel mensen het allemaal en zo. Luister, je moet even in mijn Discord zitten, anders gaat het sowieso niet lukken. Papa en zegt 3 keer spring. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Ja, ja. Dat is goed. Goed bezig. Iedereen klaar of niet? Goed, Ryan zegt spring 1 keer. Als je dat niet doet, dan kunnen we erheen vliegen om de, zeg maar, bijvoorbeeld te killen. Doe maar bijvoorbeeld een commando. Henry, papa Henry, zegt hurken. Ja, goed. Je moet heel specifiek zijn inderdaad, want moeten ze dan blijven hurken? Of moeten ze 1 keer hurken? Dat zijn altijd van die dingen waar je dan rekening mee moet houden, weet je wel. Oké, Ryan zegt je mag uncrouchen. Voor onhurken. Ja, oké. Spring. 1 keer. Kijk, en hier gaat het dus fout. Tak. Hoppakee. Oh, en die ook. Oké, Ryan zegt spring 1 keer. En papa Ant zegt, spring naast de tegel. Spring naast de tegel. Oké. Spring naast je tegel, wat zei hij? Ja, er staat iemand nog steeds op de tegel. En, oké. Ryan zegt, je hoeft niet meer te springen nu. Papa Ant zegt, spring niet op de tegel. Oh, hoe moeten ze dat doen? Hij springt op de tegel. Hij springt wel op de tegel. Hij springt wel op de tegel, inderdaad. Oké, dan killen we hem. Goed. Spring 1 keer. Oei, mensen die nog steeds daar moeite mee hebben, dat is wel lastig. Oké, goed. Draai je het rond? Oh, draai een rondje? Draai het rond. Nee, ze draaien er niet rond. Sla 1 keer naar voren. Ryan zegt, sla 1 keer naar voren. Gewoon. Ja, hij deed het wel volgens mij. Ja. Ryan zegt, sla 1 keer naar voren. Oké. Spring 1 keer. Deze persoon, Nootje, is een beetje aan het rondlopen hier. Ryan zegt, spring 1 keer. Wel erg laat, Westrider. Papa Henry zegt, spring niet. Nootje. Bye bye, Nootje. Papa Henry zegt, 3 stappen vooruit. Oké. Ryan zegt, 3 stappen achteruit. Ja, maar dat was heel lastig. Ik was niet de persoon die het zei, dus ik denk dat bijna iedereen af is nou. Ik was het, sorry. Ja, nou is eigenlijk iedereen gewoon, ja. Nee. Maar dit is wel mooi. Oké, goed. Ja, was zeker sneaky. Sorry, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, dat is wel mooi. Oké, spring. Oké, Ryan zegt spring 1 keer. Oké, goed. Ik zal me voortaan Henry zeggen, dat is ja, makkelijk. Ja, Henry is duidelijker dan. Hij is duidelijker ook qua spraak en ja, zo precies, inderdaad. Ja, precies. Ik ben Henry, dat is Ryan. Ik ben Ryan, ik ben ook theoretisch gezien Henry, maar dat, ja. Theoretisch in dit geval gezien, niet. Jij bent wel Henry, maar ik ben theoretisch gezien niet Ryan. Ja, dat klopt inderdaad. Zeker, ja. Dus dan moeten we toch Henry en ja. Oké. Nou, Hurk. Hurk nou. Nee, zeg nee, wat leuk. Oké, die is leuk. Hendrik is leuk. Doe je handen omhoog. Nee, Hendrik zegt, doe je handen omhoog. Dat kan niet in Minecraft. Oh, dat kan niet. Oh ja, je kan ik zie wel dit ding doen. Poppen. Ja, een ja beetje, dat is inderdaad. Goed. Dat is goed. Ja. Oké. Ryan zegt, sla 1 keer de lucht in. Oh, dit is zwaai. Is een zwaai. Okay. Ja. Okay. Hendrik zegt, kijk naar boven. Deze duurt wel heel lang erover. Ja. Henry zegt stop maar naar boven kijken. Dus ik kijk nog wel erg lang naar boven. Sorry, maar ik heb. Oké, goed. Jongens, volg mij allemaal. Kom maar het blauwe vak toe. Oei. 1, 2, 3. En die ook. Ik zei niet, er aan zetten bij. Oh ja. Oh. Oké. Kom aan het groene vak toe. Ryan zegt, kom aan het groene vak toe. Kijk, there you go. Oké, cool. Shrek is er ook bij. Shrek komt ook even. Bijna, Shrek. Ja, goed gedaan. Bijna te laat, Shrek. Ja, inderdaad, ja. Knik maar. Oké, nou. Henry zegt, klim op de verhoging.
Deze persoon is trouwens nog steeds stil. Ryan zegt spring één keer. Doei. Goed. Henry zegt, ga naar het gele vlak. Oké. Ja, dat is ook... Ja, oké. Ja, hij is slim. Ja, we moeten een andere kleur zijn. Shit. Het moet donker hout zijn. Nee, ik reken hem goed voor nu. Oké. We gaan nu naar het rode vak. Mensen zijn te goed. Gaan we vakken weghalen? Oh ja, natuurlijk, inderdaad. Oké. Henry zegt, ga de lava in. Nee, maar dat is alle killings allemaal! Nee, dat kan je niet! Royce, dat hoeft niet meer! Royce, stop! Oh, Royce, Nou, dan gaan ze toch allemaal aan? Ja. Nee, je moet ze niet allemaal in één keer killen. Dat doen ze toch? Royce zegt, ga één keer naar de bel toe. En klik één keer op de... Royce, klik één keer op de bel. Hier beneden. Ja, oké. Je moet even een winnaar hebben, weet je wel. Oh, natuurlijk. Oké. Henry zegt naar de ladders. Ja, iedereen. Ja, zo. Oké. Goed, Royce zegt, blijf beneden staan. Henry zegt, nou, klik erboven. Oeh! En Ryan zegt, gaan we naar beneden? En Ryan zegt, ga naar blauw. Overal is blauw. Er springt er een in de lava. Ah, iemand een lava gestrooid, joh. Groen. Oké, Ryan zegt, ga allemaal naar groen. Ik zeg, ga naar blauw. Oké, goed. Ryan zegt, verdeel jullie zelf in twee groepen. Ik weet wel hoe ik hem relatief snel kan afsluiten. Ja, dit is goed inderdaad. Dit werkt oké. Okay. Goed, Ryan zegt, vanaf nu is Link... Oh, maar dit is al zo mindfuck. Okay. Henry zegt, ga naar oranje. Is er niet? Is wel. Daar. Oh my. Oké, Ryan zegt een heel belangrijk iets. Ryan zegt, maakt niet uit wanneer, maar als je vanaf nu op groen komt, ben je sowieso af. Dus. Slash, blok. Hoe heet dat? Blok. Heel orange. Last steekje. Oh. Hij killde gewoon iedereen op een of andere manier. Oh my god, Ryan, wat heb ik gedaan? Orange wool. Dit is orange wool. Ze stond op oranje. Oh, dat is groen. Ik heb het foute kleur ingetypt. Ik zei letterlijk de foute kleur. Nee! Oh, ik moet even heel snel iedereen terug doen. Wacht even. Oh. Oh mijn god. Het is niet gebeurd. Oh. Sorry. Oké. Ryan zegt, ik ga wel weer op de wolblokken staan. Ja. En Ryan zegt, als je vanaf nu op iets oranjes komt. Nee, dat hoeft niet. Doe maar. We doen wel gewoon. Oké. Ryan zegt, als je vanaf nu op iets groens komt, ben je af. Oké? En dat is inclusief van lime. Wat een aparte kleur is natuurlijk. Oh, dit is... Ja, Ryan zegt, begrijpen jullie dat? Oké, goed. Ja. Nu werkt het wel inderdaad met lime wool. Oké, goed. Dat even duidelijk is. Ryan zegt, alle groene kleuren die rekenen dus mee. Ja, oké, goed. Even de duidelijkheid. Begrijp je dat? Springers, begrijpt? Ik zei niet Ryan zegt springers, begrijpt. Ryan zegt springers, begrijpt? Goed zo. Oeh, deze persoon begrijpt het niet. Dat was laat inderdaad. Ja, maar misschien begreep je het niet natuurlijk. Dat kan natuurlijk nog. Oké. Goed. Ryan zegt, loop allemaal in het rode blokje toe hier. Oeh, Gamejuice liep over het groen heen. En er is echt klim in de hoogste rode paal. Oké, hij hoort het, chat. Ja, goed zo. Het is wel goed inderdaad. Het is wel heel erg goed. Maar, er is inderdaad iets gebeurd. Ik zag namelijk Hendrik Animaties aan de andere kant, die als enige op de echte hoogste paal ging staan. Want dit was helemaal niet jouw intentie natuurlijk. Maar dat is de eigenlijke, echte, alleen de hoogste rode paal. Wat er eigenlijk voor betekent, dat je zei hoogste paal. Dat eigenlijk betekent dat... Dat Hendrik letterlijk gewonnen heeft! Yo, Hendrik! Proficiat! Oh my god, yo, dit is heel goed! Dit is oprecht, dit is wel heel goed. Yo, dit was unintentioneel je beste play ooit. Of het was intentioneel natuurlijk, dit was wel de bedoeling natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, wat supergoed eigenlijk, wat supergoed. Oh, daar heeft een beetje een rode paal paal gebouwd, ja. Oh, wat supergoed. Hey, gefeliciteerd Hendrik, ik heb gewoon gewonnen joh. Dit is best wel goed. Heel leuk. Heel erg leuk dit. En vond je dit nou leuk? Check dan zeker te weten deze andere video, want je moet er even achter komen hoe Papa Ant leert bouwen. Het is echt heel mooi.